Kijk eens, dag Egbert. Dag Koert-Jan. Zo, wat is het hier mooi zeg. Welkom in Nationaal Park Werenbewiede. Ik ben er stil van. Ja, maar het is ook een prachtig mooi gebied. Hè? Ja. Het is niet zomaar een gebied, het is een nationaal park. Ook een gebied met Europese diploma. En er zijn maar 4 gebieden in Nederland die dat hebben. En wij zijn er één van. Vertel, wat is dat? Nou, dat is eigenlijk een diploma die je krijgt omdat je echt unieke natuur hebt. Met goede natuurwaarden, waar mensen nog kunnen recreëren. Ja, en dat kan hier. En we hebben natuurlijk soorten zoals de otter, die is hier uitgezet. De grote vuurvlinder komt nergens ter wereld voor, alleen hier. Dus ja, dat trekt natuurlijk mensen aan. Fantastisch gebied. Ja. En natuurlijk ook, zoals vorig jaar bij een moerasgebied horen, zoals de Werenbewiede. Dat is natuurlijk de roerdomp, zwarte sterren. Ja, zwarte sterren? Zwarte sterren, ja, ja. Die zie je ook niet op heel veel plekken, hè? Nee, dat klopt. En die horen ook echt bij zo'n moerasgebied zoals de Werenbewiede. Alleen ja, ze zijn er nu nog niet. We zitten nog net even te vroeg in het voorjaar. Maar normaal gesproken kun je die broedkolonies ook heel mooi vanaf de kant zien. Wat maakt jouw werk in dit bijzondere gebied nou zo mooi? Ja, Nederland is zo'n klein landje en we zijn het grootste laagveenmoeras van West-Europa. Ja, dat is heel bijzonder natuurlijk. Ik ga zo met je mee in de kano en dan laat ik het zien wat het zo bijzonder is aan het gebied. Met een kano? Met een kano vanaf het water. Dat is het mooiste. Oké, een beetje stabiele kano? Dat zien we onderweg wel. Je kan hier echt met die kano natuurlijk eindeloos varen, hè? Ja, we hebben hier de Werenbewiede Nationaal Park, het kano-paradijs van Nederland. Je kunt hier zelfs een driedaagse tocht maken door het hele Nationaal Park. En dat riet? Want dat klopt, de riet wordt vanaf half december tot en met eind maart wordt gesneden. Ja, en dan is het gebeurd, dan begint het broedseizoen. En dat riet wordt weer gebruikt voor dakbedekking. Ja. Het riet wat hier vandaan komt, dat staat ook bekend zeg maar, als kwalitatief goed riet. En hoe komt dat dan? Het is kort, het is veerkrachtig en dat groeit eigenlijk relatief langzaam. Dus eigenlijk langzamer dan riet wat op kleigronden groeit, dat is rijkere grond. Dan gaat het veel sneller en dat is wat brosser en hier groeit het op veengronden. Dat is een zure ondergrond eigenlijk. En daardoor blijft het eigenlijk soepel en buigzaam en breekt het niet? Ja, inderdaad. En het is korter en dat is ideaal natuurlijk voor dakbedekking en natuurlijk ook voor het beluchten van de rieten daken zelf. Oh, jij bent zeker een rietsnijderszoon. Ja, toevallig wel. Nee, serieus? Ja, zeg maar. Oh, ja. Mijn grootvader en mijn vader waren alle twee rietsnijders. Niet in dit gebied. Alleen, ja, ik heb het wel met de paplepel ingegoten gekregen. Oh, joh, ja. Wat geinig. Ja. Dus ik weet ook heel goed hoe de mensen zich hier voelen. En dat is natuurlijk ook een voorrecht als boswachter. Dat je precies weet van, hey, wat beleven die mensen die hier gewoond en gewerkt hebben altijd. En wat komen ze even ontberingen tegen. Kijk, want dit is natuurlijk een prachtig mooi plaatje als je die mensen in het veld ziet. Maar ze staan er in weer en wind en dat wordt nog wel eens vergeten. Ja, ja, het is niet altijd zo'n mooie dag als nu, hè? Inderdaad. Ja, dit is echt een heel mooi gebied. Heel rustig. Hier een zwartkopje daar, zie je dat? Zie je? Oh ja. Met dat zwarte kopje, toch? Ja. ja nee, ik zie het niet meer. Je ontdekt iedere keer weer wat nieuws. Dus iedere dag is het anders. En dat maakt het gebied ook zo bijzonder eigenlijk. Ja. Kijk, wel een van die soorten die ook super bijzonder is in het gebied en alleen hier voorkomt, dat is de grote vuurvlinder. Een heel klein vlindertje, oranje-blauw, en die komt alleen hier voor. Nergens in Nederland, nergens in Europa komt hij. Nergens in de wereld gewoon? Ja, inderdaad. Nergens in de wereld. Alleen hier. We gaan nu onder het bruggetje door, Koert-Jan. Ja. We gaan richting de Kloosterkooi. De Kloosterkooi? De Kloosterkooi, ja. En wat is dat dan? Dat is een eendenkooi, waar vroeger eenden gevangen werden. Kijk, daar draaien we ons hand niet voor om. Oh ja, we moesten stil zijn hier. Kijk, hier heb je de kooi. Hier heb je de vangpijpen met de schermen. Ja. En die smalle stukken. Die smalle stukken, ja. En dan binnenin heb je de kooiplas. En we gaan nu kijken of ze erop liggen. Oh, meerdere. Ja, die makken die gingen naar deze plek toe. Die wisten, hier kregen we voer. En die wilden in, die dachten, even rek, dat is handig. Ja. Hier kregen we gratis voer. Dus die gingen op de plas liggen. Vervolgens kwam de kooiker. Dat was de man die eenden ving. En dan ging hij achter de schermen. Gooide iedere keer wat graan over het scherm heen. Die wilde eenden en die makken eenden zwommen daar naartoe. Alvredend gingen ze steeds verder de vangpijp in. Totdat ze zo ver waren dat ze de plas niet meer zagen. En dan liet de kooiker zichzelf zien. Die wilde eenden die skrokken zich dan. Klaplazig, zeg maar. Ja. En die vlogen tegen de wind in. Ja. En dan zagen ze licht, eind van de tunnel. Ja. Dachten ze, licht weg.
Maar dat was een stuk gaas. Dat noemen ze de spiegel. Daar vlogen ze tegenaan. Viel op de grond en kroop het hokje in. En daar werd het de nek omgedraaid. Je kent toch wel heel veel spreekwoorden, hè? Ja. Nou, er is een spreekwoord. Een kijker gaat de schermen nemen. Ja. Dat komt hier vandaan. Uit de hinderkooi. Dat ja. Komt niet van de televisie? Nee, dat komt hier vandaan. Hier echt, achter de, ja, echt. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog de pijbert gaan. Ja. Meen je dat? Dat zijn... Oh, ja, tuurlijk. En aan het eind van de tunnel. Want hier eentje licht vocht, aan het eind van de tunnel? Ja, dus is... eentje vocht achter toe en die kwam aan het eind van de tunnel. En daar zag hij het licht. En dan dacht hij dat hij weg kon. Maar daar werd hem de nek omgedraaid. Dus de nek omdraaien komt, vocht je dan. Nou, nooit geweest. En weet je, als jij komt in Amsterdam, hè? Ja. Daar heb je toch de pijp. Ja. Daar hebben vroeger ook een eendekooi gestaan. Ja, zullen hier nog eens wat? Zonnetje schijnt, de blaadjes komen langzaam aan de bomen. Het is stil, we horen de vogeltjes fluiten. Het is echt iets heel bijzonders. Het lijkt ook op niets van wat ik al ken.